Vanavond gaan we kijken naar een nacht van hoop. Wat betekent dit voor jou? Wat betekent kerst voor jou? Hoeveel hoop gaat dat geven? Ik heb het liefst bij de ingang allemaal posters gegeven. En dan had ik gevraagd, schrijf erop wat jouw hoop is. En ik denk als ik dat had gedaan, dat ik hier ongeveer 3 borden had kunnen clusteren. En ik denk een heel groot cluster zou zijn geweest, ik hoop gewoon op een goed leven. Een goede baan, een huis, een vervoermiddel, het mag een fiets zijn, maar liever een mooie auto. Een telefoon die het doet, maar liever de nieuwste. Vrienden, gezin, een partner, kinderen. Voor sommigen onder ons kleinkinderen. Ik denk dat op dit grote bord allemaal dingen hadden gestaan die we gewoon keihard nodig hebben in het leven. Om vooruit te komen, om verder te komen. Dus eigenlijk dat eerste bord, dat is een beetje wat voor situatie zit ik in en wat heb ik nodig. En het tweede bord, dat is meer wat wil ik, waar kies ik voor. Dat zijn alle waarden van het leven. Je zou kunnen zeggen vrede op aarde. Eerlijkheid, respect in relaties, echte vriendschappen, dicht bij elkaar kunnen komen en voor elkaar kunnen zijn. Voor elkaar kunnen vechten, kunnen bidden, kunnen huilen en lachen. Een bord waarop eigenlijk staat hoe ik het zou willen. Wat ik met mijn hoofd kan bedenken en wat ik kan pakken en vasthouden. Misschien dat je het iets meer naar buiten legt en dat je zegt, ik hoop op eerlijke politiek. Dat er minder ego-gerichte politici waren. Dat ze meer spreken vanuit hun hart in de bevolking. Of dat er geen mensen in het bedrijfsleven zijn die zichzelf verrijken en met schoemel software proberen nog grotere bonus te krijgen. Ik zou willen dat we de vluchtelingen konden helpen op een manier dat ze er blij van zijn. Ik hoop dat er een stukje medemenselijkheid is. Dat tweede bord vol met waarden. Een heel palet van wat jij wenst en wat je misschien wil. En ik denk dat er een wat kleiner cluster is met wie ben ik? Wie ben ik nou echt? Hoe voel ik me nou? Mag ik er zijn? Draag ik er toe bij? Besta ik voor mezelf of ook nog voor anderen? Wat borrelt erop uit uw hart? Als ze met jou praten, wat blijft er dan hangen van die ontmoeting? Ben je een beetje zoals Jezus? 3 borden. Deze 3 hebben allemaal iets met hoop te maken. Daar wil ik eens naar gaan kijken. En als we dan kijken naar Jezus, dan zeg ik, nou, is iemand ooit dichterbij gekomen? Is God ooit dichterbij gekomen? Door te verschijnen als kindje, Jezus. Gewoon in de armen gehouden door Maria. Jezus als God en Jezus als mens. Wat mooi. En vandaag wil ik jullie even meenemen naar Maria. Want misschien staat Maria nog dichter bij ons. Zo'n gewone vrouw. Een jonge vrouw. Ze woonde in een heel klein stadje Nazareth. Beetje een handelsstadje. Veel soldaten kwamen langs, veel handelsreizigers. Dat was niet zo'n beste naam. Nee. Misschien is het wel Vathorst. Misschien ben jij wel Maria. Misschien ben jij wel die jonge vrouw, hele gewone vrouw, die toch een antwoord van God krijgt. Zullen we eens lezen wat daarover staat?